eerste presentatie, omdat we momenteel ook bezig zijn met een project rond HR Metrics en HR Analytics. En wij zitten in een overgang van Metrics naar Analytics. En de laatste presentatie vond ik het meest interessant, omdat die ook het meest concreet en het meest praktische was. Voordat je in HR eigenlijk iets wilt bereiken, moet je ook echt het management kunnen overtuigen. En dat vond ik eigenlijk wel het meest interessante van vanavond. Zoals de presentator zei, in de plaats van backwards looking, ga je forwards looking kunnen doen. En dat heeft mijn interesse wel geprikkeld. Een van de belangrijkste punten die ik geleerd heb, is dat wij heel veel gegevens verzamelen. Wij rapporteren ook redelijk wat gegevens. Maar we staan dus weinig stil bij de relevantie van de gegevens. Ik denk dat het een goede mengeling was van een meer academische uiteenzetting en dan het meer praktische en verschillende manieren eigenlijk van ernaar te kijken. De onderwerpen die ik vandaag gehoord heb, waren voor mij echt nieuw. Dus ik denk dat het goed zou zijn dat mensen die bezig zijn met HR-beleid, dat die naar zo'n avonden komen. Het is zeer interessant om eigenlijk ervaringen uit te wisselen, best practices te delen. En vooral, het is ook heel leuk. Ik heb beslist recent om dat wat te heractiveren. En vanavond was er een mooie start in. En bovendien is het ook meestal een gezellige avond, omdat er ook wel voldoende gezorgd wordt voor de inwendige mens. PMC is netwerk en inhoud. Leuke netwerking. Inspiratie. Hoogstand, interessant en diepgang. Ik vind de Personeel Managers Club boeiend.